Ik denk dat je ook in hele vervelende situaties altijd een soort keuze hebt voor plezier. En ergens blijft er toch ook altijd een soort van iets in mij meelopen wat altijd naar een soort grap op zoek is. Of naar een soort van de humor ergens van inziet. Dat is ook gewoon hoe ik met dingen omga. En ik blijf ook altijd toch nieuwsgierig in mensen. Dan ben je ook nooit klaar. En die dingen, dat er altijd bij iedereen iets leuks te vinden is, dat vind ik empowerment.